Het is een turbulente tijd. We willen onze hulpverlening verbeteren en onszelf versterken. Tegelijk vinden grote veranderingen en bezuinigingen plaats binnen de jeugdzorg. We maken keuzes om ons maatschappelijk rendement te verankeren. En dat is voor ons allemaal de uitdaging. Wat we weten is dat we samen met onze cliënten, collega's en partners missiegedreven bouwen. Maar we weten ook dat we door bezuinigingen afscheid nemen van collega's. Belangrijk om bij stil te staan. Tegelijk richten we ons op kansen in de toekomst. Afgelopen jaren werkten we schouder aan schouder en toonden we flinke veerkracht. Dat was indrukwekkend. Richting 2020 bouwen we verder. We geven onder de noemer TL2020 invulling aan onze ambities. Intern krachtig met ruimte voor professionals en extern bouwend aan duurzame relaties en netwerken. Maar hoe dan? Hoe ondersteunen we cliënten? Hoe werken we samen met partners? Wat hebben we als collega's elkaar eigenlijk te bieden? En wat hebben we van elkaar nodig? Hoe besteden we ons geld? En hoe sturen we onszelf? Alle antwoorden hebben we nog niet, maar beelden hebben we wel. De vraag van kind en gezin is leidend in alles wat we doen. We praten met hen, niet over hen. We werken nauw samen met het eigen netwerk van kind, gezin en andere partners. Onze professionals zijn van topniveau en protocollen en handreikingen zijn ondersteunend. We geven elkaar feedback om oplossingsgericht te handelen. En als iets niet werkt, dan stoppen we ermee. We verklaren wat we doen, waarom we dat doen en wat het oplevert. De ICT ondersteunt ons bij alles. En zo zijn er nog meer beelden. Door ze te delen ontstaan mooie initiatieven. Nieuwe integrale zorgproducten, afgestemd op de vraag. Experimenteerruimte voor zelforganiserende teams. Ontwikkeling van intranet tot een sociale samenwerkingsomgeving. Leiderschap gericht op zelfreflectie, feedback en interne drijfveren. We kennen elkaar steeds beter. Deel ook jouw beelden. Want samen bouwen we richting 2020 aan een stevig rendement op jeugdzorg, veilige wijken en krachtige professionals. Ik zie onze professionals met lef werken vanuit deze beelden. En ik ben er trots op om daar onderdeel van te zijn. Samen maken we normaal opgroeien mogelijk.